Hallo, ik ben Vincent van Petegem, burgemeester van De Pinte en sinds 26 mei Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb in 2014 natuurlijk al eens deelgenomen als tweede opvolger voor de Kamer. Ik ben dan met wat geluk als opvolger van de eerste opvolger in de Kamer geraakt in 2016. Dus ik vond het ook niet meer dan logisch dat ik opnieuw probeerde te kandideren voor een mooie positie. En ik heb de kans gekregen van de partij om opnieuw kandidaat te zijn op de derde plaats voor het Vlaams parlement. Wat ik uiteraard, of die kans heb ik in ieder geval met beide handen gegrepen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Dat was natuurlijk een weinig hoopgevende en opbeurende dag. We hebben eerst in Brussel samengekomen met de partij Nationaal. Nadien ben ik doorgereden naar onze mensen in Oost-Vlaanderen, in Gent, waar we samenkwamen. Ja, dat was een beetje teleurstellend uiteraard en ontgoochelend. Maar ja, goed, op het einde van de avond kwam dat wel nog een bericht dat ik zelf ook rechtstreeks verkozen was. Wat natuurlijk voor mij persoonlijk goed was. Maar het resultaat van de partij was natuurlijk weinig opbeurend. Bent u tevreden met het resultaat? Van mijn persoonlijk resultaat ben ik uiteraard heel tevreden. Het was een verdubbeling buiten de vorige keer. Nu, ik stond natuurlijk op een veel zichtbaarder plaats, wat dat ook logisch was dat ik natuurlijk meer stemmen haalde. Maar het is toch een bevestiging geweest van de inspanning die ik de afgelopen jaren gedaan heb. Heel veel afdelingen langs gegaan, heel veel spreekbeurten gaan geven, heel veel tussen de mensen proberen zijn. En ja, dat is natuurlijk wel leuk als je een mooi resultaat kunt neerzetten bij de verkiezing. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, ik ben natuurlijk bijzonder benieuwd om hier te kijken hoe het allemaal loopt. Ik kom van de Kamer, die zijn eigen gewoontes en gebruiken had. Ik heb al begrepen van verschillende collega's dat het hier er helemaal anders uit ziet, veel efficiënter. Het is natuurlijk ook maar in één taal, hè, wat in de Kamer anders was. Maar het zal ongetwijfeld even hard werken zijn en zoeken naar oplossingen. En daar kijk ik wel heel sterk naar uit. Ik heb natuurlijk ook het geluk om een lokaal mandaat te hebben als burgemeester. Ik heb altijd ondervonden dat als je naar het Vlaams parlement kijkt, dat er eigenlijk veel meer zaken zijn die je voor het lokale kunt doen. En die twee functies kunnen elkaar ook heel sterk versterken. Als je dan bijvoorbeeld denkt aan mobiliteit, als je denkt aan ruimtelijke ordening, dat zijn echt wel commissies waar het Vlaamse beleid het kader uittekent voor het gemeentelijk beleid, maar waar je ook van onderuit, vanuit je gemeente, een aantal zaken opmerkt die niet werken en waar je hier op het Vlaams niveau ook aanpassingen kunt ronddoen. Dus als je vraagt van ja, welke commissies zou ik graag volgen, want bij ons is dat nog niet verdeeld, dan zijn het vooral commissies die ja, een impact hebben op wat, waar de mensen ook wel van wakker liggen en die natuurlijk wel ook een beetje investeren in de toekomst van Vlaanderen. Als economist vind ik dat ook bijzonder belangrijk. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ga inderdaad, ik ben vandaag burgemeester van De Pinte, een job die ik heel graag doe. De job van Vlaams parlementslid is er nu bijgekomen, maar zoals ik daarnet ook al gezegd heb, ik ben er echt van overtuigd dat die twee elkaar heel sterk ondersteunen en versterken. Dat vraagt heel veel, zowel tijd, energie, maar ik heb er wel voor over en ja goed, we gaan het doen werken. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Dat zal waarschijnlijk de vraag zijn die mijn vrouw zal bekijken, maar zeer groot uiteraard. Toen ik hier een paar maanden geleden was, dan was mijn vrouw zwanger van ons tweede kindje. Ze is ondertussen bevallen. We hebben nu Josephine 2 jaar, Florien een paar maanden oud. Ja, ik denk dat iedereen die kinderen heeft, weet welke impact dat heeft op het gezinsleven. Maar goed, politiek is een passie. Mijn vrouw weet ook dat ik dit met heel mijn hart en ziel doe. En ik hoop dat ze heeft daar ook heel veel begrip voor. Maar ik zorg natuurlijk ook voor dat ik op regelmatige basis en op regelmatige tijdstippen thuis ben om ook mijn deel van de job uit te voeren. Als u vraagt of ik hobby's heb, dan is het antwoord jammer genoeg nee. Eigenlijk heb ik wel hobby's officieel, namelijk in De Pint hebben we een culturele vereniging waar ik mijn schouders heel sterk achter zette. En ik was ook volleyballer bij de plaatselijke volleybalploeg. Maar sinds 1 januari ben ik daar nog, denk ik, op 1 of 2
trainingen na, of wedstrijden na, eigenlijk nog nooit, nooit geraakt. Maar goed, dat is het gevolg. Politiek blijft voor mij ook, misschien is dat niet het juiste woord, maar ook een deel een hobby. Hè? Want als je tussen de mensen mocht komen, als je die kans krijgt om ook vanuit die functie op plaatsen te komen waar anders niet komt, dat is even verrijkend en even leuk als een hobby op zich. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Dat is de moeilijkste vraag van allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat we met Vlaanderen echt wel nog stappen vooruit kunnen zetten. Als het gaat over investeringen, als ik gewoon al naar mijn provincie kijk, rond mobiliteit, ook naar het kader dat moet gecreëerd worden voor ruimtelijke ordening. Ik weet zelf nog niet welke commissie ik ga terechtkomen. Het enige waar dat kiezer mij zeker mag op afrekenen, is dat ik in welke commissie ik ook terechtkom, ik dat met de volle 100% zal doen. 100% dat klinkt vandaag misschien al te weinig, ik moet al bijna 200% of 300% zeggen, maar dat zal ook zo zijn. Dat ik mijn dossiers zal instuderen, dat ik zal zoeken naar oplossingen samen met het middenveld, met de verschillende mensen waar het impact op heeft. En dat we samen in het parlement tot oplossingen komen die Vlaanderen ook opnieuw vooruit brengt. En dat engagement, daar mogen ze mij op afrekenen.